Onur, na 2 minuten staan we 0-1 achter. Dat was niet gepland, neem ik aan. Nee, zeker niet. Het was niet best, denk ik. We wisten echt niet hoe ze zouden spelen. En we lieten ons een beetje knullig verrassen met 1-0. Maar je ziet daarna dat we gewoon volwassenen genoeg zijn om dit gewoon recht te zetten. Gelijk de 1-1 gemaakt, de 2-0 erachter gelijk. En de tweede helft hebben we gewoon gecontroleerd gespeeld. Meer op de counter en na de 3-1 was het voorbij. Heeft de trainer jou dan niet een beetje informatie gevraagd over hoe kan dit Charleroi spelen? Ja, toch wel. Maar voor mij was het ook iets anders. Want een paar jongens ken ik niet. Totaal ander systeem dan vorige week, andere jongens. Dus de ene week weet je niet hoe ze gaan spelen. Dus. Goed, we gaan eens kijken naar Lokeren. We hebben een uitstekende zaaknaam vandaag, want Gent heeft gelijk gespeeld en Kortrijk gelijk. Dus 5 wedstrijden te gaan. En voldoende voorsprong nu? Ja, voldoende. Ja. Nu hebben we alles in onze eigen hand. Hè. Nu moeten we niet meer dit laten gaan. Ja. Waarop moeten we nu het meest inzetten? De beker of play-off 1? Allebei, denk ik. We moeten voor echt alles gaan. Want je doet het al de hele seizoen daarvoor. Dus we moeten voor alles gaan, denk ik. En we hebben echt een team daarvoor waar andere jongens kunnen opspelen. Dus alles is positief voorlopig. Ik kijk nog even terug naar woensdag. Dat was wel werkelijk door het oog van de naald. Ja, zeker. Ja, voor mij was ook iets aparts. Ja. Je komt gelijk halve finale beker. Je moet een penalty nemen die je niet mag missen. Ja, het is allemaal emoties en dat is juist mooi. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat je enorm vooruitkijkt naar die finale. Ja, zeker. Maar we hebben nog, hoe lang nu? Volgens mij 1,5 maand nu om dit te voorbereiden. Maar we moeten nu door blijven gaan met de competitie, met de play-off in. In Brussel wordt het wel een leuk en aparte atmosfeer, denk ik. Ja, want het houdt niet op natuurlijk. Hè. We moeten nu naar Gent en nadien naar of thuis Anderlecht. Geen gemakkelijke wedstrijden. Nee, zeker niet. Maar ik denk dat zulke ploegen ons ook liggen, denk ik. Zoals Anderlecht, die laat ook de tegenstander voetballen. Maar ja, wordt wel toppers, ja. In play-off 1 moeten we dan kijken naar de mensen die achter ons staan of moeten we eigenlijk eerder kijken naar boven toe? Nee, eerst moeten we de play-off 1 gewoon echt garanderen. En dan zien we het wel als we daar zijn. Dan, Was het vreemd om nu aan de andere kant te staan en niet bij Charleroi? Ja, toch wel, want je speelt jaren met die jongens, een trainer die je kent en supporters ook. Maar ik voel me echt dolgelukkig in Lokeren. Dat straalt er ook vanaf, hè? Zeker, nu wil ik alleen vooruit kijken. Oké, dankjewel en veel succes. Ja,